Minox Spelzolder, dit keer een expansion voor Cutthroat Caverns, genaamd Tombs and Domes. Het is zoals gebruikelijk weer het klassieke uitbreiding met extra monsters, extra encounters en extra relics. Deze uitbreiding, net als de voorgaande uitbreidingen, geeft weer een nieuw element aan het spel. En dan gaan we eens even snel naar kijken. Wij krijgen, en dat is gelijk het eerste wat je opvalt, het regelboekje. Het is eigenlijk geen regelboek, want ze hebben gezegd, je weet hoe deze kaarten werken. We gaan niet opnieuw de regels erbij doen. Wat ze erbij hebben gedaan, het nieuwe element is dit boek. Dat is het Adventureboek. En dat is een vorstelijk boek van 60 pagina's. En je moet het zo zien, je hebt Adventure 1, The Lady of Magtherium. En die gaat op deze pagina's. Dus op deze pagina's. En je hebt een tweede Adventure. En dat is de Mad God's Maze. En die gaat op deze. Dus je ziet dat alle pagina's hebben er eentje die je kan lezen. En eentje die ondersteboven staat. Het is niet leuk om van tevoren natuurlijk gaan lezen. Want dan weet je wat er gebeurt. Het is een adventure, een avontuur. Mensen die wel eens geroleplayed hebben. Dungeons and Dragons, GURPS, noem ze het maar op. Die zullen dit bekend voorkomen. En dat doe je dan met de elementen van het spel. En de beslissingen die jij maakt, die hebben invloed op wat er allemaal gebeurt. Daar hoort bij een van die Adventures hoort een questkaart. En dat is een dame, The Lady of Magtherium. En zij is gewoon een non-player character die wel leventjes heeft en meegaat met de groep. Nou, dan krijgen we weer een heleboel fiches erbij. Voor alle verschillende monsters die we dit keer erbij krijgen. En we krijgen natuurlijk weer een riant aantal nieuwe encounters. Allerlei leuke monsters, traps en andere ellende. Wij krijgen nieuwe eventkaarten, zodat we er daar lekker meer van hebben. En die passen ook beter bij de sfeer van het avontuur. Of de twee avonturen. En we krijgen nieuwe reliquie relics. We gaan even kort kijken wat hoogtepuntjes zijn. Wat ik al zei, het avontuur, het adventure principe is heel erg leuk. Je hebt maar twee adventures, dus als je die een keer gespeeld hebt, dan tweede keer spelen heb je al vermoedens waar het heen gaat. Maar je kunt natuurlijk binnen de adventure keuzes maken. Ga je naar links, ga je rechtdoor, open je deur A, open je deur B. En dan krijg je dus andere encounters en dan gebeuren andere dingen. Een adventure, zeggen ze, duurt ongeveer 2,5 uur. Maar dat klopt wel ongeveer. Het is natuurlijk afhankelijk van met hoeveel spelers je speelt en hoe serieus je het spel neemt. Dit is een heel leuk principe. Zij doet, in principe loopt zij gewoon mee als een speler. En je moet haar ook behandelen als een speler met een paar verschilletjes die duidelijk op de kaart staat. Zij krijgt geen damage van nummer attacks, dus random attacks. Als je nummers 1, 2 en 3 hit, dan zal zij er nooit bij zitten, want zij krijgt geen initiative kaart. En in principe wordt zij alleen geraakt als iemand aan de kant gaat. En dat wil zeggen als iemand een focus strength, een slip behind of een trip kaart speelt. Waardoor er een opening in de groep ontstaat en dan kunnen de klappen op haar terechtkomen. Maar dat staat er allemaal keurig op en ze heeft maar 50 health. En zij mag natuurlijk niet doodgaan. Dat is een beetje het standaard. Ik ga nog even met jullie een paar monsters laten zien. Om jullie toch al een beetje lekker te maken over de nieuwe monsters in deze derde expansion. Het eerste encounter wat ik jullie wil laten zien, en die vind ik zelf fantastisch leuk, is Ragnarok. Bekend uit de Noorse mythologie natuurlijk. Deze encounter heeft maar liefst 325 leventjes als je met 6 spelers speelt. 4 prestige waard en het is een mythic demon. In principe doet hij alle spelers damage gelijk aan half de damage die gedaan is door de speler die de meeste schade doet. Dus als één iemand 50 heeft gedaan en de rest 10, doet hij alle spelers 25 damage. Dus dit is er eentje die hakt lekker terug. Wat een leuke bijkomstigheid is, omdat deze dus zulke harde klappen doet, is dat als er gaan hoogstwaarschijnlijk spelers sneuvelen door deze encounter, of je moet het heel tactisch spelen. En zelfs dan. De laatste speler, of eigenlijk de speler die Ragnarok verslaat, mag alle spelers die door Ragnarok dood zijn gemaakt terug tot leven roepen, dus terug in het spel brengen, zullen we zeggen, door zijn vuist naar de hemel te steken en keihard te schreeuwen, Ragnarok! En daar krijgt hij ook nog eens een keer 1 prestige voor elke speler die terug tot leven brengt. En dat is een keuze die mag hij doen. Hij is daar niet verplicht toe. Dus dat is wel weer een geinig element in het spel. De Hive Mind vind ik ook een hele leuke. Die is 2 prestige waard
En als je die in het spel brengt, dan leg je er, even kijken, 7 van deze Hive tokens bovenop. Ja, die Hive tokens hebben levertjes en die staan dan hier onderaan. Bij 6 spelers zijn dat er 105 per stuk. In elke ronde combat krijgt de speler die als eerste 1 token doodmaakt een aanval van de overige tokens. Dus als jij zegt, ik sla deze ene kapot, gaan de andere 6 jou aanvallen. En daarbij doen zij allemaal, per stuk dus, 5 damage. Dus de eerste keer zul je gelijk 30 damage krijgen. Of je moet zo'n harde klap geven dat je een dual, 2 tegelijk slaat met dual strikes ofzo. Maar in principe vallen ze dan aan. Als ze daarna nog meer in dezezelfde ronde doodgemaakt worden, dan doen die niks. Begint er weer een nieuwe ronde van combat. Wordt de eerste gedood, valt de rest degene die die eerste dood meteen weer aan. Dus dit is een hele leuke die lekker irritant is en daar zal aardig op gecleared worden door de groep. Greed, ze hebben natuurlijk wel iets met de 7 doodszonden. Want in de vorige zat natuurlijk Gluttony en hier hebben we natuurlijk Greed te pakken. En zo zit er nog meer in. 5 precies punten waard, 245 leventjes als je hem op het 6 speler niveau speelt. Deze kaart heeft een hele grappige eigenschap. Alle spelers mogen een attack kaart spelen, dus met de rode klappen, als een actiekaart. Specifiek de critical miss. En hier staat nog even de exacte uitleg van wat de critical miss doet. Maar in principe speel je die op iemands attack kaart. Die mist en al zijn andere attacks in die beurt gaan ook missen. En de speler krijgt ook nog eventjes 10 damage. Alle spelers mogen dat dus nu doen met hun attack kaarten. Dus dat wordt geclear tot en met. En daarnaast doet dit ding ook nog spelers vorstelijk damage als je hem niet snel genoeg doodmaakt. Dus dan heb je even een beeld van wat voor leuke encounters je kunt. En zo zitten er nog een tal van anderen in. Een Lich King, een magier met een force barrier die je eerst omlaag moet hakken voordat je hem kunt aanvallen. En zo zijn er nog een tal van andere toffe tegenstanders die deze expansion weer heel veel waarde geven om bij het origineel toe te voegen. De derde expansion van Cutthroat Cavern, Tombs and Tomes, voegt weer allerlei tof spelmateriaal toe. En vooral het adventure principe vind ik heel erg leuk. En op het internet zijn ook alweer allemaal custom adventures, dus door spelers zelfgemaakte adventures te vinden. En ja, die kun je dan ook weer gebruiken. Ik vind het een leuke uitbreiding. Hij lijkt heel veel op de vorige expansion, die natuurlijk ook weer een nieuw element introduceerde. De events en de relics. En hier zo krijg je dan de adventures erbij. En meer encounters, events, relics en wat andere fiches. Leuke uitbreiding. En ik zeg wel de moeite waard als je van dit spel houdt.